Zo. Hallo lieve mensen. Voor dit experiment ga ik een week lang zonder BH door het leven. Voor de een klinkt dat misschien heel heftig en ongemakkelijk. Voor de ander klinkt het misschien als een random week in juli. En voor de mannen die kijken... ja. Voor mij is het in ieder geval een experiment waarbij ik weer heel, heel erg uit mijn comfortzone stap. Want ik heb op mijn 13e, 14e een BH gekocht. En eigenlijk nooit meer de deur uitgegaan zonder BH. Toen de tijd wilde je ook echt voorkomen dat iemand je tepels zag. Want wow, stel je voor. Dat kon echt niet. En dus koos je altijd voor zo'n padded BH. En die heb ik dus ook altijd gehad. Bij mij was het zelfs zo dat de eerste jaren dat ik met Max ging, dat ik zelfs sliep met BH. Niet dat ik me per se schaamde voor mijn borsten, maar ik vond ze wel mooier met BH, laat ik het zo zeggen. Ik kom dus echt wel van ver. Ik ben benieuwd wat het experiment me gaat brengen. Ik zie er echt wel een beetje tegenop. Maar hey. Zo. Let's go. Zo, het is dag 1 en ik heb gelijk al mijn experiment verbroken. Maar heb ik een goede reden voor. Zoals je ziet heb ik een sport BH aan, want ik ga sporten. Ik vind namelijk dat als je gaat sporten je echt wel gewoon een sport BH aan moet. Want zeker als je high intensity trainingen doet of jumping jacks of weet ik veel wat. In ieder geval aan het schudden bent, dan wil je niet dat die borsten zo volop. Nou valt dat bij mij op zich wel mee, maar ze zijn wel te groot om er niks mee te doen, zeg maar. Je snapt vast wat ik bedoel. Dus ik heb een sport BH aan en dat zal dan ook de enige keer zijn dat ik een BH aandoe deze week. Kijk er niet naar uit. Ik vind het mega spannend. Oké, jongens, een paar uur verder en ik ben in het Hilton. Met de mannen, oh. Nee, dat was oké. Met de mannen van Benner. Van mijn snorboel, hè? Ja. En we zijn hier omdat Hilton bezig is met een plastic dieet. Dus plastic verminderen, zeg maar. En wij zijn gevraagd om te helpen met brainstormen. Maar ik wil het met jullie even over iets anders hebben. Oké. Want jullie doen natuurlijk heel vaak die menstruatie challenge. Ja. Dat is jullie ding, hè? Ja. Maar... ja, man. Maar ik wil het even over BH's hebben. Oké. Als we het toch over de vrouwen onderwerpen, hè, dan zitten jullie lekker bruggetjes, in. Oké. Want hebben jullie iets van een trend gemerkt dat mensen of vrouwen meer minder BH's dragen? Nou. Ja, wel. Wat ik merk is dat vrouwen zeg maar vaker gewoon van die, niet meer van die BH's met vulling dragen, maar gewoon, ja, zonder vulling. Ik weet niet hoe je het noemt, maar dat, ja. Snap ik wat ik bedoel? Gewoon losse stofjes. Ja, ja, precies. Okay. Ik heb wel wat dingen op Instagram voorbij zien komen dat mensen zeggen, ah, no bra. Ja, dat ook. En ja. Heel veel mensen die eronder reageren van, hey, dat is chill. Ik volg nu ook jouw voorbeeld en dit en dat. Dus mm-hmm. Ik zie wel, ik heb wel een aantal mensen voorbij zien komen die dat doen, ja. En positieve ontwikkeling of niet? Ja, kan mij het schelen. Ja. Jullie gaan altijd zonder bij jou de deur uit? Wij altijd, sowieso. Dus ik denk dat meer mensen dat ik, moeten doen. Ik snap het wel, als je je daardoor chillen voelt, ja, dan moet je het gewoon doen. Ik kan me voorstellen dat het wel lekker zit ofzo. Heb jij nu, nou, was dat de volgende vraag? Nee, ik heb geen volgende vraag. Nee, ik heb dus een week zonder BH. En voor mij is dat dus echt een mega ding, ja. Voel je ongemakkelijk? Ja. Echt waar? Ja, echt mega. Waarom dan? Omdat je dus altijd zo gewend bent om zo'n ding om je lijf gewrapt te hebben. Maar is het omdat ze nu dan... kleiner ogen of zo? Wat is het ongemakkelijke eraan, hè? Ja, goede vraag. Het is gewoon een soort van gewenning. Op je 12e of 13e dan doe je dat ding aan en je doet hem nooit meer uit. Dat is ook vies. Oké, einde discussie. Hey, thanks man. Yo, update. Ik ben moe. Update van dag 1. Ja, laat ik het kort en krachtig houden. Ik vind het heel oncomfortabel nog, vooralsnog. Dus
ik ben echt benieuwd of dat minder gaat worden deze week. Het klinkt nu echt alsof ik wereldproblemen heb, maar dat is natuurlijk niet zo. Ik ben gewoon moe. Slaap lekker, jongens. Zo, iemand ziet er gaar uit. Nou, oké, okay, update. Ik had het over mezelf, echt waar, heus. Update is dat ik nog steeds het heel ongemakkelijk vind. Ik kan nog niet eraan wennen. Wat vind je van het feit dat ik nu een week geen BH aan heb? Ik vind dat moeilijk. Ik heb er niet zo'n sterke mening over. Ik geloof dat er heel veel vrouwen zijn die het een heel beklemmend idee vinden en die het heel moeilijk vinden. Dus doe het dan vooral niet. Ik was altijd van de overtuiging dat het vet belangrijk was voor je gezondheid en dat je borsten het goed bleven doen en zo. Waar als in recht op staan. Ja. Ik dacht, nou, dus dan denk ik, dan zal het wel een goed idee zijn. Als dat allemaal niet zo is. Nou ja, voor hele grote borsten natuurlijk nog steeds wel. Ja, anders krijg je gewoon echt pijn. Ik weet dat echt niet. Natuurlijk, dat weet je toch. Heb je dat niet zelf ervaren of zo? Nee. Goedemorgen, jongens. Zo. Daar is ze weer, BH-loos. Het voelt nog steeds een beetje alsof ik in een pyjama rondloop of zo. Ja, ik denk dat dat de beste omschrijving is. Anyways, vandaag ga ik mee met Lush naar de, en nog een paar meiden naar Duitsland. Naar de fabrieken om te kijken hoe hun producten allemaal worden gemaakt. Super tof, ik ben echt mega benieuwd. Het is zo vreselijk warm. Wat dat betreft trouwens best wel lekker om geen BH aan te hebben. Want anders gaat het zo allemaal zo zweten en zo. Ik weet niet wat dat was. Oké, we zijn aan het lunchen. En ik ga jullie even een vraag stellen, jongens. Wat valt jullie aan mij op? Of valt jullie iets aan mij op? Oh, nee. Ik ken je echt niet. Lekker droog. Je hebt geen BH aan. Hey! Wasmachine voor jullie. Ja, zijn er mensen die BH-loos door het leven gaan soms? Ja, best wel vaak. Ik heb serieus vanmorgen, dacht ik, had ik het zonder, dacht ik, nou, ik wil een beetje. Dus uiteindelijk, maar ik had zo ook zonder kunnen komen. Ja, ik ook zo lekker. Doe het thuis, mensen meteen haar. Oké, zijn er momenten waarop je echt wel een BH aan moet? Sporten. Gelijk. Oké, het heeft dan niet zoveel met BH's te maken, maar ik wil het toch even laten weten, want ik vind het echt geweldig wat Lush allemaal doet met zo duurzaam omgaan met al hun producten. Ze staan natuurlijk bekend om de bath bombs en de gezichtsmaskers en allemaal lekkers maken ze voor, qua beautyproducten, zelfs make-up. Heel erg veel daarvan is vegan. Bijna alles is plastic vrij. Ja, ze zijn gewoon zo duurzaam bezig en ik vind dat echt heel tof. We hebben hier dus in de fabriek allemaal gekeken hoe het wordt gemaakt. En we hebben zelf allemaal dingetjes gemaakt. Echt heel erg leuk. Ja, ik ben echt fangirl hero. Oké, super grappig. Ik heb dus er nooit bij stilgestaan dat iedere keer dat ik vertel dat ik dit experiment doe aan mensen. Ik krijg natuurlijk ook heel vaak de vraag van, hey, wat is het experiment van deze week? Dat ik dan zeg, ik heb geen BH aan voor een week. Dat iedereen dan meteen naar je borsten gaat kijken. Dat is logisch, maar daar had ik dus niet bij stilgestaan. En dan is het echt zo... Overigens, als je het niet zegt tegen mensen dat je geen BH aan hebt, dan heeft ook echt helemaal niemand dat door. Dus dat is ook wel weer goed om je te beseffen. Ik ken dus een mede-YouTuber, om het zo maar even te zeggen, Linda de Munk. Die het best wel bekend maakt dat ze eigenlijk, kom maar Furbs, nooit een, of nou ja, volgens mij nooit een BH draagt. Dus ik ga haar eventjes bellen, want ik ben heel erg benieuwd naar het waarom. Hallo Linda. Hey. Hallo. Ik was heel erg benieuwd hoe het zo komt dat jij eigenlijk nooit meer een BH draagt en wat jouw doel daar eigenlijk mee is. Ja, dat is een goede vraag. Want ik denk dat ik nu al langer dan 2 jaar geen BH meer draag, dus ik weet ook eigenlijk niet beter. En ik heb dus 2 jaar geleden gewoon ineens een soort van bedacht van ja, waarom draag ik eigenlijk een BH? Ik ging me dat echt afvragen en ik dacht, ja maar het zit eigenlijk helemaal niet lekker en het is niet heel comfortabel. En toen ging ik filmpjes opzoeken op YouTube en ik denk dat ik er 1 of 2 heb bekeken van YouTubers die dus uitlegden waarom ze geen BH dragen. En het schijnt zelfs
zeg maar ook wetenschappelijk bewezen te zijn dat je dan dat het gewoon echt beter voor je borsten is om geen BH te dragen en om ze eigenlijk gewoon lekker te laten hangen. Al zijn die voor mij dus niet zo groot, dus ze zullen niet echt hangen. Maar nee, ik denk dat ik me toen ook wat meer ben gaan interesseren in het feminisme. En dus enerzijds is het dat een beetje de beweegreden van, nou, ik ben best wel feministisch en ik vind het ze niet zo moeilijk moeten doen over borsten en tepels en dat borsten niet geseksualiseerd moeten worden. Want borsten zijn gewoon functionele, ja, dingen aan je lichaam. En het is de laatste tijd gewoon heel erg geseksualiseerd. En ook nu met dat met de topless zon en bla bla bla. Dus dat vond ik heel belangrijk. En aan de andere kant was het ook gewoon gemakkelijkheid, gemakzucht, luiheid. Dus nooit meer BH's voor jou? Nooit meer BH's voor mij. Of mijn borsten moeten ineens 3 duidelijke maten groeien of zo. En dat het dan niet meer chill is. Maar nee, nooit meer bij haast voor mij. Hey. Ja. Het is dag 5. Ik ben nog steeds echt niet gewend. Ik kijk stiekem. Ja, als ik echt heel eerlijk ben, dan stiekem kijk ik wel weer uit naar de dag dat ik een BH mag dragen. En ik weet dat dat echt super raar klinkt als vrouw zijnde. Maar ik weet niet, ik vind het gewoon prettiger. Alsof ik de hele tijd rondloop zonder onderbroek of zonder schoenen of zo. Heb je het idee dat je constant in die droom leeft? Waar je geen kleren, waar je geen kleren aan hebt? Ja. Wat? Ja. Morgen ga ik overigens wel inderdaad die bikini aandoen. Want ik ga iets heel erg leuks doen. En dat zie je in 3, 2, 1. Milkshake Festival! Hey! Oké, ik ben vandaag dus een milkshake geweest. Zoals je hebt gezien in de beelden. Maar, en ik had dit hele jurk, leuke jurkje aan. Maar waar ik dus nooit bij heb stilgestaan, is het feit dat er wel eens een windwappertje onder kan komen. Wat ervoor zorgt dat die hele, dat hele jurkje zo hoppatee. En daar stond ik dus in mijn boobies. Tadaa! Dus dat heb ik 2 keer gehad. En ja, dat ben ik natuurlijk helemaal niet gewend. De dingen die je leert op zo'n experiment, hè. Echt life changing. Oké, dag 6 zit erop en ik heb ook echt letterlijk niks meer dat ik aan kan doen wat zeg maar mooi of te doen is zonder BH. Ik vind gewoon, weet je, gewoon heel veel kleding staat gewoon ook mooier als je een BH aan hebt. Vind ik in ieder geval, dat is mijn persoonlijke mening. En in heel veel shirtjes of jurkjes voel ik me toch ook niet helemaal comfortabel toch? Als ik geen BH aan heb en ja, sowieso gewoon mooier en ik heb nu eigenlijk niet echt hier iets wat ik aan kan doen, vind ik. Dus dan zou ik moeten gaan shoppen op boobies appropriate shirtjes. Hoe vind je die? Is daar een winkel voor? Yes, ik mag weer een BH aan. Said no one ever. Ik ben ondertussen natuurlijk ook heel erg benieuwd naar jouw mening en hoe jij dit ziet. Over het wel geen BH en wat je fijn vindt en zo en hoe jullie het zien. Dus laat even een comment achter. Ik merk stiekem dat ik best wel weer naar het moment uitkeek dat ik een BH aan mocht doen. BH. Het is goed geweest dat ik dit heb gedaan voor mezelf. En als ik een keer nu een jurkje heb die mooier misschien is zonder BH, dan durf ik dat nu ook. En dat was eerder echt niet zo. Maar ik ben er ook gewoon achter gekomen dat ik heel veel kleding eigenlijk gewoon mooier vind met een BH aan. En daarnaast geeft het me ook gewoon een beetje een vrouwelijker gevoel. Ik heb me best wel een beetje slonzig gevoeld eigenlijk deze week. En ik weet dat is echt helemaal mijn hoofd die dat bedenkt. Maar ja, dat is persoonlijk. De boodschap is natuurlijk dat iedereen lekker gewoon zelf moet doen wat hij wil. Geen BH, wel een BH. Je hoeft je nergens voor te schamen. Het is 2018, alles kan. Je moet alleen wel je tepels bedekken op Instagram en Facebook. Maar doe wat jij comfortabel vindt. Borsten zijn hartstikke mooi. En dat is eigenlijk mijn boodschap. Bedankt voor het kijken weer. Laat een reactie achter. Zie je volgende week. Doei!